parkeergarages vol, Scheveningen dicht. Alleen dan kunnen we de veiligheid en de leefbaarheid goed garanderen. De gemeente Den Haag gaat maatregelen nemen tegen de verkeersoverlast in Scheveningen. Eerder deze week stuurden de bewoners van de badplaats hierover een open brief naar de gemeente. In die brief staat dat het eigenlijk zo niet langer kan. Het is een soort van noodkreet van de Scheveningse bevolking. De verkeerstoegangswegen naar Scheveningen toe, die zijn echt overvol. Mensen die op bezoek zijn en willen parkeren. En die parkeren overal waar ze maar een plekje vinden. En omdat er veel te weinig plek is, staat alles dwars en scheef. Mensen kunnen geen parkeerplaatsje krijgen in je straat, worden daar best wel agressief van en toeteren en ja, soms ruzie ook om een plaatsje. Dat is ook echt heel erg vervelend. Heel veel stress onder de bevolking van wanneer ga ik weg, kan ik wel weg, kan ik sowieso wel terugkomen vanwege de drukte of kan ik sowieso mijn auto wel weer kwijt. De gemeente Den Haag zegt duidelijker te gaan communiceren tegen de bezoekers van Scheveningen. We zijn heel blij dat ondernemers eindelijk ook weer kunnen verdienen, dat het mooie weken worden. Maar we willen ook wel duidelijk zijn en regels stellen. Kom gewoon niet met de auto, het is hier echt vol. Dus zet je auto ergens anders en kom met het openbaar vervoer hier naartoe. En voor Hagenese geldt, kom gewoon met de fiets. Het is op zich een heel mooi plan, alleen komt het net eventjes iets te laat. Wij hadden dat toch wel wat eerder willen zien. Er is veel te weinig belangstelling voor bewoners parkeren. En wij hebben wel de lasten, maar eigenlijk nooit meer de lusten. Parkeergarages vol, Scheveningen dicht. Alleen dan kunnen we de veiligheid en de leefbaarheid goed garanderen.